Ja, het is een boek van 800 bladzijden. En ik begrijp dat dat voor mensen van 16, 17, 18 heel veel is. Dat zou voor mij destijds ook geweest zijn. Wat kun je doen om het jezelf makkelijker te maken? Ik denk dat het bij Pier en Oceaan helpt als je probeert om lange stukken achter elkaar te lezen. Dus niet 10 minuten, een kwartier lezen en dan weer iets anders doen, maar gewoon uren achter elkaar te lezen, zodat je goed in het verhaal komt en ook meegevoerd wordt door het verhaal. Dan gaat het denk ik veel makkelijker en dan zul je merken dat je de ene bladzijde naar de andere omslaat. Mijn tweede tip is om 's avonds laat en eventueel 's nachts te lezen. Dat deed ik vroeger zelf heel veel toen ik begon te lezen. Dan is het rustig en dan kun je ook doorlezen. Je bent alleen met het boek en je ervaart het dan sterker. Dus maak het zo laat mogelijk doorlezen. Een derde tip zou kunnen zijn. Praat er met anderen over. En dus gebruik inderdaad dat forum of die plaats op de site waar je met anderen kan praten of op school. Ik denk dat dat helpt als je van anderen hoort hoe zij een boek ervaarden. Dat jou ook stimuleert om door te lezen of hun visie te vergelijken met de jouwe. Iemand anders is misschien 100 bladzijden verder dan jij, dan wil je ook bijkomen. Dus met anderen over praten, dat helpt ongetwijfeld ook.